Wat voor invloed heeft jouw culturele, etnische achtergrond op je werk? Ik weet niet of het mijn achtergrond, etnische achtergrond, invloed heeft op mijn werk. Want ik zou me nergens kunnen thuis voelen als je me zou stoppen, want mijn leven is heel gecompliceerd geweest. Mijn eerste 9 jaar was ik in de doofkamp van de markt. De volgende 4 jaar was ik in Azië, in Hongkong. En de volgende 5 jaar was ik weer in Suriname. En de volgende 9 jaar was ik in Amsterdam. En dan ben ik weer bezig. Toen was ik weer terug in Suriname. En dan was ik 6 jaar, 7 jaar in Amerika. Dus ik denk niet dat etniciteit veel invloed heeft op mij gehad. Want ik was helemaal in alle cultuur ingedrenkt. Ja, ja, ja. Maar misschien is dat toch iets. Bij mij is het speelt een mens die de belangrijkste rol. Je ziet het ook vaak in mijn schilderij. De mens in relatie tot zijn omgeving. De mens niet als baas van de omgeving, maar als een onderdeel van je omgeving. Ik heb hier een schilderij in de maan. Je ziet een aantal jonge mensen in het bos. Zijn bezig. Het bos is voor mensen in het binnenland. Dus het is een relatie mens tot de omgeving. Voor mij. Ik denk niet, ook hetzelfde niet, bij niet mij. De mens als belangrijkste baas aan de top van de omgeving. Ik denk de ook hetzelfde bij mij. En, dat de etnische achtergrond niet echt invloed heeft op de totale productie van werken. Misschien wel enkele werken waarbij je je etnische achtergrond meeneemt, maar meer omdat ik ze dan link met verhalen die mijn oma aan me vertelde. Dus, maar niet dat ik de etnische achtergrond wil uitbeelden, nee. Maar gelinkt aan de verhalen die oma vertelde. Of gelinkt aan oma zelf, zoals Aji Gila's, gelinkt aan oma. Mm-hmm. Maar ik ben merendeels bezig met het à la contre concept. Dus dat we allemaal één identiteit hebben. De Surinaamse identiteit, we zijn allemaal Surinamers. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.